Hi, ik ben Stefan Segers en ik ben een professionele fotograaf. Vandaag laat ik jullie meekijken achter de schermen van een fruit- en groenteshoot. Zoals je hier ziet, teken ik de set even zoals ik hem heb gebruikt. Ik werk met een Canon 5D Mark II met een 100mm macrolens. Deze staat op statief ingesteld op diafragma 13 en 200ste van een seconde met ISO 125. Aan beide zijden van het aquarium heb ik een 580 EX2 geplaatst op statief met een Pocket Wizard Flex 5. Beide flitsers staan ingesteld op een 128ste. Naast de camera staat nog een flitser van Luma Pro. Deze is ingesteld op een 32ste. Een laag kon die helaas niet. Tot slot heb ik een witte achtergrond uitgelicht met een flitser op de laagste stand. Hier zie je de set nog een keertje zoals ik hem in de studio heb staan. Op de camera zit een Pocket Wizard Mini TT om de flitsers af te laten gaan. En daarop zit weer een wireless remote control van JIC. Deze heb ik gebruikt om de camera op afstand te laten afvuren. Deze heb ik op eBay gevonden voor 10 euro. Alle flitsers heb ik wel eventjes afgeschermd in een plastic zakje tegen het water. Ik begin met het laten vallen van twee aardbeien en probeer op het juiste moment de camera af te laten vuren. En hier zie je wat er uit mijn camera komt. Daarna maak ik even de ruitjes schoon met een trekkertje en begin ik weer opnieuw. Naast aardbeien heb ik ook een citroen geprobeerd en andere soorten fruit. De beelden heb ik in Lightroom ingeladen en hier en daar met Photoshop bijgewerkt. Zie hier het resultaat. Ik hoop dat jullie hierdoor geïnspireerd zijn geraakt en zelf ook een keer een poging doen. Bedankt voor het kijken, ik ben Stefan Segers en tot de volgende keer.